Ilan van Willer, 2020, jouw debuut als prof bij Team Sunweb. Leg mij eens uit, hoe zit dat eigenlijk met al die jonge Belgen die maar naar de prof zouden komen? Tja, het is... Ik denk dat we wel met een paar talenten in ons land zitten. En nu ook, vooral met Tiege in de ploeg en zo, kijk ik er wel naar uit. Iedereen heeft natuurlijk al Remco Evenepoel, jouw generatiegenoot, die het natuurlijk fantastisch gedaan heeft afgelopen jaar. Maar als hij er nou niet was, was jij de beste junior geweest vorig jaar. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk wel dat je dat mocht zeggen. Ik heb er 2 jaar mee gekoerst, als eerste jaar en als tweede jaar junior. Dus ik heb met mijn eigen ogen kunnen zien en vooral met mijn benen kunnen voelen wat hij allemaal kan. En dat was wel fenomenaal. En nu bewijst hij het bij de pros, dus ik kijk er wel naar uit om met en tegen hem terug te koersen. In hoeverre heeft het jou geholpen om naar een hoger niveau te komen door met hem te koersen? Ja, ik denk wel dat mij dat wel ergens heeft geholpen, want hij heeft mij gepusht. Maar ik heb hem ook wel af en toe eens kunnen pushen. We hebben ook veel meegemaakt samen. We zijn samen naar het WK gegaan, naar TK. We hebben samen een medaille gepakt in de EK-tijdrit. Dat zijn wel allemaal fijne momenten dat ik met hem heb meegemaakt. Dus ik heb wel een goede band met hem. Hey, je bent nu 19 jaar. 1 jaar belofte gehad. Hartstikke goed jaar gehad. Derde in Tour de l'Avenir. Dat is natuurlijk heel knap. Waarom stap jij nu al over? Gewoon omdat ik... Omdat ik gewoon simpelweg voel dat ik er klaar voor ben. En ik had wel wat interesse van diverse ploegen. Ook van mijn huidige ploeg van Lotto Soudal. Het was eigenlijk een beetje de pro's en de contra's naast elkaar leggen. Om te kijken wat dat het beste zou zijn voor mijn ontwikkeling. En dan ben ik uitgekomen bij Sunweb. Waar merk je dat aan? Dat je denkt van ja, goh, hier bij de belofte heb ik niet zo heel veel meer te leren. Goh ja, vooral na l'Avenir heb ik dat gemerkt dat ik echt al op het hoogste niveau echt al met de prijzen kan meedoen. Dus voor mij zou het denk ik beter zijn om nu al naar de pro's over te gaan en alle jaren ervaring op te doen en veel bij te leren. Ik denk dat ik hier veel meer ga leren dan dat ik nog een jaar belofte zou blijven. Nu zijn er heel veel andere jonge jongens die ook voor Team Sunweb kiezen. Wat is dat toch? Kun je me dat uitleggen wat deze ploeg meer biedt dan de andere ploegen? Goh ja, ik denk dat ze vooral heel gefocust zijn op de jeugd en op jonge talenten. Leren laten groeien en opleiden in een goede omgeving. Het doet er natuurlijk heel veel toe dat het een jonge ploeg is. Een toffe ploeg, toffe bende, goede omkadering. En ze hebben heel veel ervaring met jonge mannen te laten groeien. Dus dat spreekt me wel aan. Jullie zijn natuurlijk met een aantal jonge talentvolle rondrenners. Hè. Denk aan Tijmen Arendsman die erbij komt. Andreas Legnesoen die komt erbij volgend jaar. Mark Donovan nu, jij. Helpt dat je met zoveel jonge jongens die eigenlijk hetzelfde kunnen in één ploeg zitten om elkaar naar een hoger niveau te tillen? Ja, inderdaad. Het is wel grappig ergens, want het zijn allemaal jongens waar ik afgelopen seizoen tegen heb moeten koersen. Het waren mijn voornaamste concurrenten in bergritten en lastige wedstrijden. En nu ga ik met een paar jongens samen in de ploeg zitten, dus dat is wel fijn. En ik ken ze wel al, ik heb er al wel een goede band mee en zo. Dus ik denk wel dat goed gaat komen en dat we elkaar wel veel gaan kunnen bijleren. Hey, en je eerste seizoen staat te wachten, je bent nog heel jong. Hoe gaat Sunweb jou brengen? Is daar al over gesproken? Een echt officieel programma is er nog niet echt, maar... Het is wel al besproken dat ik normaal ga starten half of eind februari in Algarve. En om zo door te gaan naar Strade Bianchi en dan eerste Belgische koers zal waarschijnlijk nog een koers worden. Maar ik zeg het nog eens, dat is maar een voorbeeldprogramma. Het echte officiële jaarprogramma wordt bekendgemaakt met mij op stage. Zullen we dan samen bespreken en kijken of dat alles past. We hadden het net al over Evenepoel, maar ook Tadej Pogacar en Mark Hirschi, jouw ploeggenoot, hebben een fantastisch eerste jaar als neoprof gehad. In hoeverre mogen we dat van jou verwachten? Ik heb geen idee hoe ik de overstap ga verteren. Ik ben natuurlijk nog jonger als Mark Hirschi en Pogacar. Ik ben even oud als Remco, we zijn nog maar 19, dus ik mag me ook niet vergelijken met hem. Dat is een klasse apart. Maar ik zal wel zien, ik ga gewoon mijn uiterste best doen en vooral genieten van het profpeloton. En wie weet kan ik al wat schone dingen laten zien.
Heb je voor jezelf al een briefje gemaakt van, joh, als we hier over 12 maanden weer staan, dan wil ik dit en dit gepresteerd hebben? Nee, dat heb ik totaal nog niet gemaakt, want dat legt je alleen maar druk op jezelf en dat is niet gezond, denk ik. Kijk het gewoon dag per dag en ik laat het gewoon op mij afkomen. Tot slot, laatste vraag. Ben jij al typeren als rondrenner of moet je jezelf nog echt ontdekken? Ja, ik denk wel dat ik me een rondrenner mag noemen. Ik heb een goede tijdrit en ik klim graag. Dus ja, die combinatie van de twee, dat is wel goede capaciteiten, denk ik. Maar het is wel makkelijk dat je dat in die zin nu al weet. Want sommige renners die doen tot hun 4 of 25ste erover voordat ze denken, oké, dit is mijn specialiteit. Ja, inderdaad. Maar ik heb dat wel ontdekt in de lastigere wedstrijden bij de belofte. Bij de pro's zal het wel een niveautje hoger zijn, maar op zich gaat er niet echt superveel veranderen in soort renner dat je bent. Dus ja, ik ga gewoon mijn uiterste best doen en dan zie je wel hoe dat allemaal gaat uitdraaien. Veel succes, Ilan. Dankjewel.